Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Dit is een beetje een aparte video. Ik word al een tijdje gestalkt door een kat. En dat is best wel apart om te zeggen, want er zijn hier niet heel erg veel zwerfkatten, of hoe je het ook wilt noemen in Antwerpen. Maar recent, een aantal dagen geleden, kwam er een kat bij mij en ik besloot om hem wat te drinken te geven. Vooral omdat er iets aan de hand was met zijn linker oog. Het leek alsof het eruit was, of zelfs een soort van ontstoken. Dus ik, ja, besloot om hem binnen te laten om hem wat te drinken te geven en ik heb hem toen een stukje kipfilet gegeven. En sindsdien komt hij eigenlijk elke dag hier langs. En ik ben er eigenlijk nog steeds niet achter of deze kat een baasje heeft. Zelf gok ik van niet. Hij heeft namelijk geen halsbandje. Hij heeft een ontstoken oog. En hij heeft elke keer super veel dorst en honger als hij hier komt. En ik dacht van weet je, laat ik er een video van maken. Laat ik er een superster van maken. Het is namelijk een super schattige lieve kat. En ik dacht van misschien hebben jullie een leuke naam die ik aan hem kan geven. Dus jongens en meisjes, wat ik zeg maar het vervelendste vond toen ik deze kat zeg maar elke keer voorbij zag komen bij mijn huis. Is zeg maar, oh kijk hoe hij gaat liften. Is dat oogje van hem. En ik weet eerlijk gezegd niet precies wat ermee aan de hand is. Maar zoals jullie misschien wel kunnen zien. En daarom denk ik ook dat het een zwerfkat is. Is zijn oogje een soort van ontstoken of zelfs wel weg. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Maar wat ik in ieder geval wel deed is dat ik hem dus vanaf dag 1 dat ik hem zag gaf ik hem wat te drinken om te kijken of hij dorst had. Toen heb ik hem wat kipfilet gegeven. Ja, dat vond hij heel lekker. Hij vindt kipfilet echt het lekkerste van allemaal. Dus nu geef ik hem eigenlijk al een tijdje elke dag gewoon wat te eten en wat te drinken. En hij komt steeds vaker langs. En dat vindt hij hartstikke gezellig. En eigenlijk moet ik hem nog een naam. Ja, ik ben eigenlijk niet echt de persoon die hem een naam mag geven natuurlijk. Want het is niet officieel mijn kat. Alleen ik begin me dus ook heel erg sterk af te vragen of hij wel een baasje heeft. Omdat ik hem nu dus al zo vaak heb voorbij zien komen en eigenlijk niet echt weet of hij dus een baasje heeft of dat het nou een zwerfkat is. En ik vraag me ook af of zijn oog nou ontstoken is of dat er iets anders mee aan de hand is. Dus als jullie enig idee hebben, laat het maar hier beneden in de comments weten. Want ik vind het echt heel messed up. En ik weet eerlijk gezegd niet zo goed wat ik ermee moet doen. Want ik bedoel, ik zou eigenlijk wel als huisdier willen. Ik vind het echt een super lief beestje. Ik ben sowieso echt wel een dierenvriend. Voornamelijk als het gaat om honden en katten vind ik altijd heel erg leuk om mee op te trekken. En nu zit hij bij de aardappelen, daar zit hij te klooien. Het is wel echt een ondeugende kat. Alleen omdat ik dus niet weet of die een eigenaar heeft of niet. Ik heb er al wel een beetje naar gekeken. Maar ik heb daar nog geen antwoord op ontvangen, zeg maar. In de buurt dan hier in Antwerpen. Dus ik dacht bij mezelf van, laat ik een filmpje maken. Kan ik hem gelijk aan jullie voorstellen. Oké, jongens, dit gaat hij echt super lekker vinden. Kijk eens. Oh, wat vind je lekker. Ga ik even een stukje afschuren of ga je het zelf doen? Ja, jongens en meisjes, dit vindt hij het lekkerst van allemaal. Een lekker stukje kipfilet. Ik heb eigenlijk al zo lang geen kat meer geaaid en zo. Dat ik het echt super leuk vind om dit dus alweer een tijdje te kunnen doen. Vind je het lekker? Super cute. Nou ja jongens en meisjes, ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken. En laat ook vooral hier beneden weten. Dan gaat het weer vandoor. Wat jullie denken dat ik moet doen? Moet ik hem gewoon een beetje blijven verzorgen wanneer hij hier langskomt? I don't know. Als het een zwerfkat is, zou ik hem bijna wel willen adopteren ofzo. Bedankt voor het kijken. Laat misschien een leuke naam achter. Ook al ben ik echt niet degene die dat mag beslissen als hij al een baasje heeft. Maar stel voor van niet, dan kan ik hem misschien wel een bijnaampje geven. Adios. Ik gaf een kop aan de camera. Oh.